zorgen bij de GGD over ziektes zoals kinkhoest en mazelen. Deze duiken de laatste tijd weer steeds vaker op. Dit staat direct in verband met de dalende vaccinatiegraad tegen de kinderziektes. Er wordt meer twijfel over vaccins geconstateerd dan vroeger. Dit geldt zowel voor ouders van gezonde kinderen, maar ook voor risicogroepen. Half februari meldde het RIVM een golf van kinkhoest in Nederland en publiceerde het Europese ECDC een dreigingsanalyse over mazelen. Mazelen en kinkhoest zijn de meest besmettelijke ziektes waartegen in Nederland gevaccineerd wordt. Om infecties onder controle te houden heb je een vaccinatiegraad van minimaal 90% nodig. Ja, we zien inderdaad dat de vaccinatiegraad in de afgelopen jaren is gedaald. Op dit moment is die zelfs onder de 90% gezakt bij kinderen van 2 jaar oud. Dus dat wil zeggen dat 1 op de 10 van de 2-jarige kinderen niet gevaccineerd is. Dit is een zorgelijke ontwikkeling, omdat meer infectieziektes dan de kop op zullen steken. Wat op dit moment te zien is bij kinkhoest, waar sinds februari 2024 veel meldingen binnen regio Nijmegen van binnenkomen. Afgelopen najaar zagen we ook veel meldingen van BOF. Dat is nu wel weer iets verminderd, maar dat heeft inderdaad met de lage vaccinatiegraad te maken. Ook in de spreekkamer van de GGD merken artsen dat de vaccinatiegraad daalt. Steeds meer ouders twijfelen over vaccinaties, wat versterkt is sinds de coronapandemie. En mijn collega's van de jeugdgezondheidszorg die gaan sowieso op 2 momenten in gesprek met ouders van jonge baby's. Als zij merken dat ouders twijfels hebben over het wel of niet vaccineren van hun kind, wordt er gekeken waar die twijfel zit en informatie aangereikt, zodat ouders zelf een goed geïnformeerde keuze kunnen maken. We zien op dit moment in het zuiden van het land de lokale mazelenuitbraak, dus wij bereiden ons daar zeker op voor. De landelijke ontwikkelingen worden in de gaten gehouden, protocollen en werkinstructies zijn op orde en er wordt gezorgd dat bekend is wat men moet doen wanneer de mazelen uitbreken. Op dit moment is er geen mazelenuitbraak vastgesteld in de regio Gelderland-Zuid. De laatste mazelenuitbraak was 10 jaar geleden en ook door corona hebben we met een grootschalige uitbraak veel ervaring op gedaan. Maar mazelen, dat is een meldingsplichtige ziekte. Dus dat wil zeggen dat als die ziekte wordt vastgesteld door een arts of door een lab bij een patiënt, dan wordt dat gemeld bij de GGD. En wij vanuit de GGD gaan dan bron- en contactonderzoek doen. Dus dat wil zeggen, we gaan naar waar de patiënt besmet is geraakt. En we gaan naar met welke personen die patiënt allemaal contact heeft gehad om te kijken of zij risico hebben gelopen. En wat er nodig is om te voorkomen dat mazelen zich dan verder kan verspreiden.